familie thuis. U ook, welkom dat u met ons de naam van de Heere wil grootmaken. En u hier in de samenkomst, omdat u weet dat de Heere goed is. Omdat u weet dat Hij genadig is. Omdat u weet dat Hij barmhartig is en dat Hij langmoedig is en dat Hij een goede God is, bent u hier. Halleluja! Halleluja! Heet hem van harte welkom, want de Heere onze God, Hij alleen, de Heere onze God, Hij antwoordt met geest en met vuur. En wees, halleluja, wees blij in zijn tegenwoordigheid, want de Heere is een goede God. Ook deze morgen, Hij zal ons zeker. Heere onze God, Hij is een wonderwerkende God. Een God die zegent. Een God die wonderen doet. Gelooft u in wonderen? Halleluja! Hij is een God van wonderen. Dank u wel, Vader, dat wij zo voor uw troon heel blij en enthousiast voor uw troon mogen komen. Omdat wij weten dat u, o mijn God, een levende God bent. Want u bent in ons midden. Want u heeft gesproken in uw woord. U zal met ons zijn. U zal in ons midden zijn. En u zal ons zegenen. Want u bent een God die zegent. En u bent de doper met geest en met vuur. En daarom, geest van God, lieve Heilige Geest, wees welkom in ons midden. En gaat uw gang. Raak aan ieder van ons. Zij die met verdriet zijn gekomen, raak ze aan. Want u geeft blijdschap. Zij die het niet meer zien zitten, ook thuis. Lieve mensen, open uw hart. Dat Gods geest u mag aanraken. En wij danken u, Vader, dat er een salving mag rusten op de liederen die gezongen zullen worden. Zodat de joy, de vreugde van de Heer in ons midden mag zijn. Halleluja! Halleluja! Prijs aan de Heer. En zeg je buurman, de Heer onze God is één. Zeg aan de Heer onze God is één. Halleluja! Prijs zijn naam, prijs zijn naam. En breng de handen bij elkaar. Want hij is een almachtig God. Amen. Schuilplaats en mijn toevluchtsoord. Geen naam is zo als Jezus' naam. Geen macht weerstaat uw kracht in. Mijn voeten staan op deze rots. Daardoor ben ik onwankelbaar. Ik vestig al mijn hoop op u. Mijn Heer en mijn verlosser. U lof zal op mijn lippen zijn. Staat in mijn hart gegrild en ik kan met u het wil lief. Ik zal u prijzen, Heer. U vult mijn leven met geluk. Ja, ik verheug mij steeds in u en ik kan met u het wil lief. Ik zal u prijzen, Heer. Halleluja! Ik zal hem prijzen met alles wat in mij is. Amen. Halleluja, mijn voeten staan op de rots, Jezus. Mijn voeten staan op deze rots. Daardoor ben ik onwankelbaar. Ik vestig al mijn hoop op u. Mijn Heer en mijn verlosser. U lof zal op mijn lippen zijn. U woord staat in mijn hart gegrift. En ik kan met u het wil lief. Ik zal u prijzen, Heer. U vult mijn leven met geluk. Ja, ik verheug mij steeds in u. En ik kan met u het wil lief. Ik zal u prijzen, Heer. Al ben ik zwak, u maakt mij sterk. Lijk ik aan, door u ben ik rijk, want in de kracht van Jezus naam.
mogelijk. Als je maar gelooft dat Jezus Heer is. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Prijs zijn naam, prijs zijn naam. Oh, kijk naar jou. Kom on. Hey. Hey. Jehovah Nissi, fight your battles, zeg je buurman, yeah. Jehovah Nissi, fight your battles, all of them, oh yes. Jehovah Nissi, fight your battles, church, yeah. Jehovah Nissi, fight your battles, sing with me, yeah. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your needs, yeah. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Oh, everyone. Jehovah Jireh, meet your need. Yeah. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Shalom be your peace. Call the name of Jesus. Call the
Lord. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Dank u wel, Jezus. Prijs zijn naam, dank u, Jezus. En de glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Zelfs de machten hier op aard, niets waar mijn hart voor buigt, mijn ziel voor juicht. Al mijn trouw en mijn devotie, hartsverlangen en emotie, zijn alleen bestemd voor hem die voor mij stierf. Halleluja. Alleen aan God als u, u bent ongeëvenaard. Al mijn lof zang waard, de koning der koningen heer. In aanbidding viel ik neer, geef u alle eer. Alleen aan God als u, u bent ongeëvenaard. Al mijn lof zang waard, de koning der koningen heer. Verzoener, belonen, verlossen, vertroosten. Alleen aan een God als u geef ik alle eer. Halleluja, hij verdient alle eer, amen. Prijs zijn naam, eer en glorie. Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Zelfs de machten hier op aard, die zwaar mijn hart voorbij. Mijn ziel voor je, al mijn trouw en mijn devotie, hartsverlangen en emotie, zijn alleen bestemd voor hem die voor mij stierf. Oh. Alleen aan God als u, u bent ongeëvenaard, al mijn lof zang waard. Alleen aan God als u, alleen aan God als u, alleen aan God als u. Niemand anders dan Jezus, amen. Alleen aan God als u, alleen aan God als u, alleen aan God als u. Alleen aan die grote God. Alleen aan God als u, alleen aan God als u, alleen aan God als u. Halleluja. Alleen aan God als u, alleen aan God als u, alleen aan God als u. Alleen aan hem brengen wij glorie. Alleen aan God als u, alleen aan God als u. Oh, geef hem eer. Alleen aan God als u, alleen aan God als u, alleen aan God als u. Zing met heel uw hart, beleid met u. Alleen aan God als u, halleluja. Alleen aan God alleen als alleen u, alleen aan God als u. Oh. Alleen aan God als u, alleen aan God als u, alleen aan God als u. Alleen aan een God als u, geef ik alle eer. Oh, alleen aan een God als u.
Halleluja. Zeg alleen maar aan Jezus. Amen. Hij verdient het. Hij verdient het. Halleluja. Yes. Halleluja. Halleluja. Come on, church. Yeah. Come on, church. Clap your hands. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praising the fan. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when surrounded. Oh, when surrounded. I praise when outnumbered. Yeah. Praise when surrounded. Oh, yeah. Cause praise is the water. My enemy's drowning. Oh. As long as I'm breathing, I've got a reason to still in control. Yes, my praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. Yeah. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. You're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. I praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. Lord. Let everything that has breath, that has breath, hey,
the Lord. Woo! Oh, yes. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Yes. Praise Him. Hallelujah. Yes, Lord. Let everything that has been shout, shout for the Lord. Shout. Hallelujah. Yeah. U aanbidt u hier, want uw heiligheid vult mijn weg verwondering. En er is nergens een God vergelijkbaar met u. Mij ontbreekt geen deel. U alleen bent een vader en vriend. U alleen, u maakt de blinden zien. U alleen bent de vredevorst. U alleen hebt ons uw trouw beloofd. Van uw naam, nee, niets is gelijk aan de
Jezus. Wij prijzen uw naam, Jezus. Wij prijzen uw naam, Jezus. Wij eren uw naam, Jezus. U bent hier in ons midden, Jezus. U bent hier in ons midden, Jezus. Daar waar u bent, Heer Jezus, is alles mogelijk. Daar waar u bent, moet ziekte verdwijnen. Daar waar u bent, moet angst verdwijnen. Want u bent Jezus. U bent Heer en u bent God. U staat boven elke autoriteit en macht. Aan u is gegeven de naam boven alle namen. Dat bij het noemen van uw naam elke knie zich moet buigen. En elke tong moet belijden dat u Heer bent. Vader, wij eren u vandaag. Jezus, wij prijzen u vandaag. Wij geven u alle glorie. Heer, u verdient alle lof, Vader. Abba, Vader, u weet hoe we hier zijn gekomen vandaag. Heer, u kent onze tranen, u kent ons verdriet, u kent onze pijn, frustratie, wat het ook mag zijn, Vader. Maar wij zijn hier voor u, Vader, om u eer te brengen, ondanks alles, Heer. Dwars door alles heen willen wij u prijzen, Vader. Glorie, glorie. Ik dank u voor uw goedheid. Ik dank u voor uw trouw. Dat u Jezus bent. Dat u onze Heer bent. En dat u onze God bent. Wat een voorrecht, Vader. Wat een voorrecht dat u onze God bent. Heer, zo danken wij u voor de rest van deze samenkomst. Dat alles onder uw leiding mag zijn, Heer. Elk onderdeel geleid mag worden door uw Heilige Geest, Vader. Heer, spreek zoals u wilt spreken. Heer, beweeg zoals alleen u kunt bewegen, Heer. Raak harten aan, Vader. Heer, genees, herstel, Vader. Heer, maar meer dan dat bid ik, Heer, dat mensen uw evangelie mogen ontvangen, Heer. Heer, dat ze redding mogen ontvangen vandaag, Heer. Heer, ik dank u, Vader God, Heer, dat u een goede God bent en dat u met ons bent. Emmanuel, God met ons. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Geef hem een goed applaus. Hij is Jezus. Hij is Heer. En hij is ook uw God. Hij is uw God. Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Ik wil jullie allen hartelijk welkom heten bij de Maranatha Ministries van vandaag. Vandaag is het 1 oktober, de eerste dag van oktober. Groet uw buren. Zeg aan hoe goed of hoe mooi ze eruit zien. Ziet er goed uit. Mooie schoenen aan. Mooie das. En terwijl je buren aan het groeten bent, wil ik gelijk ook vragen of de tieners zich naar hun eigen samenkomst willen voegen. Mogen de tieners een applaus terwijl ze gaan naar hun eigen samenkomst? Generatie van morgen. En het is gebruikelijk op de eerste zondag van de nieuwe maand dat wij de jarigen welkom heten. En ook de mensen die wellicht deze maand getrouwd zijn. Dus als u jarig bent in oktober, ik zie al één zuster naar voren komen. Wilt u zich naar voren begeven? Neem uw partner mee. En terwijl alle mensen zich vooraan verzamelen, wil ik ook de mensen die vandaag voor het eerst in onze samenkomst zijn, hartelijk welkom heten. Zijn er wellicht mensen hier vandaag voor het eerst? Zou ik dan heel even uw hand mogen zien? Ik zie een aantal handen in het midden. Mogen ze een hartelijk applaus. Gaat u er inderdaad heel even bij staan. U krijgt van ons een welkomstmap met wat informatie over de gemeente. De ussers komen naar u toe met een welkomstmap. U bent van harte welkom. U kunt lekker na de dienst, kunt u een lekker kopje thee en wellicht met een koekje, als u geluk heeft. Kunt u krijgen van ons. Wilt u, als u jarig bent deze maand, uw naam zeggen? En als u het wilt, hoe oud u wordt? Ja. Dank u wel. Ik ben Selma Missijan. 31 oktober word ik met Gods wil 48 jaar. Ik ben José en 12 oktober word ik 24. Goedemorgen gemeente, mijn naam is Randy Gijsvliet. Aanstaande dinsdag mag ik met Gods genade 44 jaar worden. Ik ben Johanna O'Brien, ik word 15 oktober 56 jaar. 65 hoor.
Goedemorgen, ik ben Marilyn Emerentia en ik hoop met Gods genade op 30 oktober 65 te worden. We zijn gezin Ouwekerk en we zijn 23 oktober 8 jaar getrouwd. Goedemorgen, ik ben Cindy Samson en ik word 58 jaar. Prijs God, waarlijk, God is goed. Ik ben Uriel Smit en op 10 oktober word ik 70 jaar. Mijn naam is Carla Held. 5 oktober word ik met Gods genade 74 jaar. Goedemorgen, ik ben Katja. Ik word 14 oktober 42. Goedemorgen, mensen. Op 17 oktober word ik met Gods genade 56 jaar. Goedemorgen, gelovigen. Mijn naam is Georgia en ik word 28 oktober 34 jaar. Goedemorgen, gemeente. Ik ben Angelique Sandelberry en ik hoop op 7 oktober 32 te worden. Goedemorgen, gemeente. God is genezer, God is voorziener en God is de enige God. Met Gods genade word ik 10 oktober 45. Goedemorgen, gemeente. Ik ben Zoe Wong-Sisan en 20 oktober word ik 17 jaar. Goedemorgen, ik ben Mea Liefeld, dit is mijn man Karel Liefeld. En aanstaande 6 oktober zijn we 25 jaar getrouwd. Ik heet Mami Koster en 9 oktober word ik 48. Goedemorgen gemeente, ik heet Sharma en 19 oktober word ik 30 jaar. Ja, ik heet Darcy en 26 oktober word ik 20 jaar. Goedemorgen gemeente, vandaag 1 oktober ben ik 60. Williams Lobby. Goedemorgen gemeente, mijn naam is Wiafibe Diako. En met Gods genade word ik 23 oktober 67. Good morning, fellow Vineyard. My name is called Victor Koju Ade. And I thank the Most High God for adding another year to my year. On the 20th of this month, it will be my birthday. Thank you. Goedemorgen, gemeente. We zijn familie Chipatiso. En om 27 van oktober, we zijn 16 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. U mag zich weer terug naar uw plaats begeven.
Ja. Prijs God. God is goed. Amen. Bent u blij met de Heer? Zullen we de Heer eren en dank zeggen voor zijn grootheid, zijn liefde en zijn trouw. God is waarachtig. Dank u, Jezus. Bulgarije, hartelijk welkom. God zegent jullie dat jullie gekomen zijn. Geef ze een applaus daarboven, de Bulgaren. Amen. God zegent je. Amen. Afrika. Hartelijk welkom. Geef ook een applaus daarboven. Dankjewel. God zegent jullie. Amen. En alle anderen, van harte welkom op deze samenkomst. Waar we de Heer zijn naam gaan verhogen. Hem gaan eren en aanbidden. En we geloven, hij is betrouwbaar. Hij is goed. Ik wil ook voorgangers Daal uit Aruba welkom heten. Gaat u staan. Komt u even hier. Kom maar, voorgangers Daal. Toen ik in Aruba was, hebben ze me heel hartelijk welkom geheten. Ze hebben me uitgenodigd te komen prediken op Aruba. Maar het lukt me heel moeilijk om Aruba weer te komen. Het lukt me moeilijk, druk agenda. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. En we zijn heel gezegend met jullie. Jullie hebben ons gebracht om heerlijk te gaan ontbijten in een heel mooi hotel. En het eten was smakelijk. Oké. God zegent jullie. En met de gemeente gaat het. De genade van de Heer is op jullie. Amen. Dankjewel. Bless you, bless you. Geef ze nog een applaus. Amen. Bless you. Dankjewel. Ik dacht aan jullie op Aruba. Ik denk, ik moet toch wel weer gaan. Ik ben door ongeveer 4 voorgangers uitgenodigd om daar te komen spreken. Maar dan zien we hoe de Heer het leidt, als er ruimte is. God is goed. We zijn blij met Aruba, een mooi eiland. Een Bon Happy Island. Amen. Bon Happy Island, zie je een grote bord daar staan. Geweldig zeg, prachtig. Ik wil ook Pastor Joke, Apostel Joke Belfort welkom heten uit Zwolle. Gaat u staan, geef haar ook een applaus. Zij gaat binnenkort gaan ze remigreren naar haar geliefd Suriname. Amen. Ik blijf hier, maar zij gaat daar. Amen. Zijn er meer voorgangers in de samenkomst? Behalve jullie hier? Gasten? Nee? Oké. Van harte welkom. Blij dat je er bent. God zegent jullie. We gaan eerst een lied zingen. We gaan zingen, dit is de dag die de Heer u ons geeft. Gaat u maar staan, geloof u. Amen, amen. Ik kan geen ander lied vinden. Als ik gevonden heb, dan hoort u het wel, te zijn de tijd. Ja? Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Nogmaals, dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. De Heer ons geeft. Wees daarom blij. Wees daarom blij en zing verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Die de Heer ons geeft. Nogmaals.
Amen. God is goed. Blijf even staan. Blijf even staan. Ik wil nog een goede vriend van me welkom heten. Die hier vooraan zit. Hij is voorheen is hij ouderling in de gemeente geweest. Is naar Suriname vertrokken. Heel veel jaren. Hij is weer terug in Nederland. Rudolf Stenhuis. Geef een applaus. God zegent je. Amen. Dank u, Jezus. God is goed. God is goed. We zijn blij dat je er bent. We zijn blij dat je er bent. God zegent je. En voor u gaat zitten. Groet de buren. Zeg, buren, je bent er mooi uit. Ziet er goed uit. Groet ze. Zeg, dank u wel. Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Ja, ik heb het niet goed gezegd. Ik moet zeggen, zeg aan de buren, ik vind dat u goed uitziet. Amen. God is goed. We gaan door met de samenkomst. Even zien. Wat aankondigingen. Ja. Elke week herinner ik de leiders, diakenen, oudsten, pastors, bestuur, om in de lounge te bidden van 10:15. God dank dat u met zoveel komt in de lounge om te bidden. God is goed. Denk aan onze e-news. Kijk je nog in e-news, moet u uw e-mailadres aan ons doorgeven. We sturen niet meer een gedrukte versie. Maar alles gaat via digitaal e-news. Heel mooi gemaakt door Pastor Philip. Heel mooi voorbereid. Dus als u wilt hebben, geef ons uw e-mailadres door. Er zijn kaarten die u kunt vinden. Ik denk in de infokamer, in de lounge. Kunt u vragen aan een van de leiders als u een kaart kunt vinden om uw e-mailadres in te vullen. Waardoor u elke week de e-news krijgt. Ook het gebed van de week, wat ik elke maandag verzend. Een gebed uit het woord, wordt elke maandag verzonden. Dus als u ook wil ontvangen, ook op uw box, e-mailbox. Als u uw e-mail aan ons doorgeeft. Krijg je twee dingen, e-news en gebed van de week. Goed. We hebben met Gods genade... Ik ben zo blij, hebben we volgend jaar met Gods wil, bij leven en welzijn, genade van de Heer, noem maar op, al die dingen, hebben we onze IMC-conferentie weer, maar dan Europees. We hebben komend jaar geen mensen uit het Caribisch gebied, uit Trinidad, en ook niet uit Amerika, maar we hebben uit Europa. Ik heb bereid gevonden Dorothy Raja van Parijs om te komen. En Pastor Jeff uit Barcelona komt. En Victor Abugo uit Mönchengladbach, Duitsland. Die komen. Oké. Okay. Die hebben bevestigd. Zijn heel blij dat ze kunnen komen op onze conferentie in maart. Alleen maar Europeanen gaan prediken. Dit jaar en volgend jaar. En we zijn de Heer dankbaar dat deze predikers van Europa bereid zijn om te komen. Goed, dat zijn de aankondigingen die ik nu heb. Even zien, God zegent u. Het is mijn nieuwe eer om de prediker aan u voor te stellen. Hij komt uit Suriname. Oké. Okay. Hij komt uit Suriname, ik was uit Suriname. Ja, en hij gaat aanstonds het woord brengen en als een echte Surinamer gaat hij in Suriname spreken, maar wel vertaald door een Nederlander, John Uyleman. Kom naar voren, amen. Kom naar voren, pastor.
God is goed. Ik zou hem niet kunnen vertalen. Ik weet, wacht even tot de jongens van geluid wakker zijn. Is het in orde? Nog niet? Je heeft niks te doen hoor. Zij moeten dat regelen. Ja. We hebben heel duur apparatuur waardoor dit allemaal geregeld kan worden. Oké. Okay. Goed. Toen ik in Suriname in de gemeente sprak, waar hij onder andere ook predikt, dan moest ik in Surinaams ook prediken, maar ik ken geen Surinaams. Ze kan het in Surinaams prediken. Ik heb het nooit geleerd. Ik weet toen ik jong was, als ik Surinaams sprak, kreeg ik een pak slaag van mijn ouders. Ik moest Nederlands spreken. Dat weet ik. Ik mocht die fout niet maken om thuis Surinaams te spreken. Achteraf vind ik dat jammer, maar goed, ik versta wel Surinaams, maar spreken gaat moeilijk. En ik werd vertaald. Ik werd vertaald door een vriend van mij. Hij is nu al geen voorganger meer. Zijn vrouw leidt de gemeente nu, Ronald Ronde. Hij vertaalde me van Nederlands in Surinaams. En zijn vrouw belde me op. Ik denk vorige week is me opgebeld of ik in november bij haar in de gemeente kan komen spreken. En ik ben daar in november. En dan ga ik ook spreken door de week in hun gemeente bij die voorganger die mijn vervanger was toen ik vertrok in Nederland, maar ook die mij vertaalde toen ik daar in die vier gemeentes in Paragebied mocht prediken. Ronald Ronde. Hij is in 82 jaar, hij ziet er goed uit, maar hij kan niet meer prediken. Hij preekt niet meer, zijn vrouw heeft de gemeente overgenomen en zij preekt nu. Maar het is mijn nieuwe eer om hen voor te stellen, profeet, Fiend. Uw voornaam is? Dennis Fiend. Profeet Dennis Fiend. En het is mijn eer dat hij komt in onze gemeente om te spreken. Hou je goed. Je bent hier in de Maranatha-kerk. Je moet je houden aan de tijd. Amen. God zegent je. Dank je wel. God zegent je. Geef een applaus aan hem. Bless you, sir. Ga je gang. Halleluja, God is goed. In de wonderbare naam van koning Jezus, God is goed. En ik wil apostel en vrouw bedanken. En dat ze me, ja, in vertrouwen gesteld om hier te zijn, om te spreken. God is goed. Geef hem een klap ervoor. God is goed. Halleluja. Dank je, Jezus. God is goed. God is goed. Come on, stel je op. We gaan even bewegen. Als je blij bent om hier te zijn, ga je opstaan en dansen voor de Heer. Halleluja. Come on, come on, come on. Joy. Er gaat iets gebeuren van morgen. God is hier in ons midden. Come on, come on, come on. Jullie moeten bewegen, man. Jullie moeten dansen, man. Come on. Want de Surinamers kunnen heel goed dansen, hoor. Come on. We will laugh and laugh and laugh. Joy. Come on, come on. There is no sorrow. Hey, here, man. Come on. And there is no weeping. Come on!
We dienen geen dode god. We dienen geen dode god. Sorry hoor, ik ben helemaal vergeten dat ik een vertaal. We dienen geen dode god. En daarom, zolang je kon naar Osofugado. Dus daarom, zolang je in het huis van de Heer komt. In koning plezier. Moet u komen met plezier. En we maken dansen. En ik heb u laten dansen. Voor alle de situaties die kon naar je passie. Om alle situaties die op uw pad zijn gekomen te verwijderen. Alle de verdriet. Alle verdriet. Want kan dus maar weer je edde. Want misschien hebben mensen uw hoofd moe gemaakt. Tap je ook oppressie. Op uw werk. Maar sabi taki. Maar weet dat. Dat je din wan plezier gado. Dat u een vreugdevolle God dient. Bepaalde mensen hebben maar begrijpt David. Sommige mensen konden David niet begrijpen. De betekent zo'n bigi koning en dansen die gado. En ze zeiden zo'n grote koning danst voor God. Maar David nobe am niks te maken aan asma. Maar David had niets te maken met mensen. Want kan is don't jazz we hoor rekening. Want misschien zit u hier en u houdt rekening. Maar we want tegen u. Maar ik wil u zeggen nu. Die leest de Bijbel. Als je de Bijbel leest. Zijn de engelen doen. Wat die engelen doen. Alle die de prijzen gado. Elke dag prijzen ze de Heer. Dat want dat feest in de hemel. Dus dat betekent er is feest in de hemel. Dus je moet Dus je moet niet komen met vrome dingen. Zeg nee hoor, mij niet gezien. Minode. Ik ben er niet bij, mij niet gezien. Je moet dansen die gado, plezier. Maar je moet dansen voor God met vreugde. En ik ga tegen je dat die dibri ati ebron. En ik kan u zeggen dat de duivel woedend is. En Jezus heeft plezier. En Jezus heeft vreugde. De hij look at them chief. Als hij naar zijn kinderen kijkt. Hij look op een abarik moto. Hij kijkt waar het geluid vandaan komt. Hij look op een gejuich ek mabo. Hij kijkt waar het gejuich vandaan komt. En hij plezier in aan jou. En hij heeft vreugde met u. En daarom op mid naar jou te de manting. En daarom wil hij u ontmoeten vanochtend. Om mid naar jou situatie. Hij gaat u ontmoeten in uw situatie. En dat trouwens een situatie. En het maakt hem niet uit wat voor situatie. Maar ik kan garanderen dat God om mid naar jou. Maar ik kan u garanderen dat God u gaat ontmoeten. Dat naar een boodschap hoor. Dat is niet de boodschap hoor. Arki. Luister. Nu ook weer naar boodschap. Maar samen met grand tangi. Nu gaan we in de boodschap. Vader. Neemt u over deze morgen in Jezus naam. In Jezus naam. God boom. God is goed. We want die demi komen tegen jou. Geliefde, ik ben gekomen vandaag om u te vertellen. God heeft een boodschap. God heeft me een boodschap gegeven. Maar je zou me een boodschap die zie. Maar voordat ik deze boodschap breng, we moeten tak one story sang a big man van Osoja. Moet ik iets vertellen wat de man van het huis hier doen in een liefde voor mij en mijn vrouw heeft gedaan in het leven van mij en mijn vrouw. En hij wist absoluut. En hij wist het zelf niet eens. En wie betekent maar misschien van ben lukken. En ik vertelde maar ik zie hoe hij kijkt. Apran was Siri. Hij heeft een zaad geplant. En die deed mij snap ja zo. En vandaag de dag sta ik hier. In de jaren 80. In de jaren 80. Mij komt tot bekeren mij en mijn vrouw. Zijn mijn vrouw en ik tot bekering gekomen. Maar voor ze kwam tot bekering. Maar voordat we tot bekering kwamen. Kon ik niet slapen bij mensen thuis. Ik ben 19 jaar. Ik was 19. Zolang ik sliep in de camera. Zodra ik sliep daar in de kamer. Temi wika her camera de onderste boven mijn meki body. Was de hele kamer onderste boven en ik werd gillend wakker. En dat is maar het temi dat sana body zei bij meki. En de mensen vroegen mij wat voor kabaal maakte je daar? Maar mina ben sabi. Maar ik wist het niet. En we begin shame. En ik begon me te schamen. Mita gado da fami olip nanga wa vrouw. En ik vroeg aan God, maar God, hoe ga ik dan met de vrouw moeten leven? Uitstapje die mij organiseert, uitstapje. En ze organiseerde uitstapjes. Mina ben man go. Ik kon niet meegaan. Omdat hij nog bij mijn sribi. Omdat ik niet kon slapen. Omdat mij beschaam. Omdat ik me schaamde. Maar God gebruikt aman disi. Maar God heeft deze man gebruikt. God. Sorry dat ik dat aman apostel. Deze apostel. Voetjawa om een keer in mijn libi. Om een ommekeer, om een verandering in mijn leven te brengen. Misdat nodig mij uit. Mijn zus daar zijn zus heeft hem uitgenodigd. Mijn zus. Sorry, mijn zus. En Bakadi nodigde me uit. En toen ze me uitnodigde. Dat kon naar kerkie. Zei ze, kom naar de kerk. Want voordat hij me maar beetje aan me alles in naar bonumang. Want daarvoor hadden ze me naar allerlei soorten bonumangs gebracht. Was me dan wat voer en krab misschien. Ze hebben me met gewassen en een haan heeft me gekrapt op mijn lichaam. Uh-huh.
En we zijn met acht kinderen thuis. Maar toen ik naar dat ding zo keek. En ik dacht, wie is die bonnevrouw? En ik keek naar het huis waar die vrouw woont. Je kan door het hele huis heen kijken. Als er een harde wind komt, dan valt het hele huis omver. En ik vroeg me af, hoe gaat deze vrouw me kunnen helpen dan? Ze kan haarzelf niet helpen. Dan gaat ze mij helpen. En ik zei aan mijn moeder, mama, ik ben er niet bij. Ik heb het initiatief genomen. Ik zei, nee, ik wil het niet meer. En hoe gwe? En we zijn weggegaan. En mijn grote zus heeft me gezegd, kom, ik ga je meenemen naar de kerk. En toevallig heb ik deze man van God ontmoet. En het was in Gods bazuin. En hij predikte daar. En het heeft mijn hart geraakt. En ik doe een oproep. En hij heeft de oproep gedaan. Voor wie tot bekering wil komen. Ik weet het niet meer, maar volgens mij was ik de eerste persoon. En hij heeft met me gebeden. Tot de dag van heden. En tot de dag van vandaag. Kan ik overal lekker slapen. En ik wist niet van tevoren dat ik hier in zijn huis zou komen. En ik wil u ook nog een geheim vertellen. En ik wil u één ding vertellen. Heb respect voor de man van God. Is een man van God. Nou, een man van Gado. Waarom zeg ik dat? Apran was Siri in een pernasi. Hij heeft een zaad geplant op een pernasie. Een plantage. Daar ja, plantage, ja. Hij is met de werk daar begonnen. En ik wist het niet, want ik was nog veel jonger toen ik tot bekering kwam. En we waren ondeugend en we gooiden stenen op het dak. Niet wetende. Mino ben sabi. Hij is in de geest. Adeina Jere. En mina ben sabi lobiwa. En ik wist het niet, geliefde. En dat brand was hier in de pena para. En hij heeft een zaad geplant daar op para. En if this man sa para. En de mensen die para kennen. Kerkie nego opodrape zomaar. Daar worden niet zomaar kerken gesticht en geopend. En er zijn allerlei wonderdokters die daar wachtende zijn op u. Haast geen gemeente is er die daar stand houdt. Maar God heeft zijn zoon gebruikt. En vandaag de dag is hij apostel. Om een zaad daar te planten. En vandaag de dag heeft God mij daar naartoe gestuurd. En ik weigerde en ik zei, ik wil het niet. Maar later dacht ik aan het verhaal van Jona. Ik wil niet in de buik van de vis gaan. En ik zei, ik ga. En toen ben ik een werk daar begonnen. 400 mensen zijn ik kon tot bekering drapen. En 400 mensen zijn al tot bekering gekomen daar. Bonuman de bonuman srevi. Zelfs die wonderdoktoren sturen zelf de mensen door naar de kerk. En van allerlei plaatsen komen mensen naar de gemeente daar. En alle mensen vragen zich af, hoe kan dat? En de profeet Dennis. Het is niet profeet Dennis. Mino de next. Ik ben niets voor Gods aangezicht. Is het naar Mastra Eduatori die zien. Maar de Heere doet dit werk. Daarom wil ik zeggen, you not take no one granny. En daarom wil ik u zeggen, neem geen enkele dank eer aan. Lange alle granny go naar Jezus. Geef alle eer door aan de Heere Jezus. En de Heer zegt, wie zichzelf vernedert, dat overhoog. Dat die zal hij verhogen. En vandaag de dag sta ik hier. En ik kan zeggen.
Sranakondre. En hij weet niet eens dat hij daar een kind heeft. En die dacht, Chinknap Jaso. Maar vandaag de dag staat het geestelijke kind hier. Ina Ozo. In het huis. Jimbasrong een klapoffer. Geef de Heer een klapoffer. Alle eer aan koning Jezus. Alle eer aan koning Jezus. Alle eer aan koning Jezus. Alle eer. Alla grani na masra Jezus. God is goed. Ik ben vandaag gekomen om u te vertellen. Van de 10 maagden. Geliefde, we leven in een tijd. Dat Jezus terugkomt. En voor ons maar etaki. En vele mensen zeggen. Weet je hoe lang ik dat verhaal al hoor? Maar ik zie Jezus niet komen. Maar geliefde, als u goed leest. In de Bijbel. In de Bijbel. Weet je dat we leven in de laatste der dagen? Dan ziet u dat we leven in de laatste dagen. Weet je zelfs in de kondre? We zien wat er gebeurt in allerlei landen. Nou, dat goed hebben we bespaard, ja, ze ook toe. En het blijft ons hier niet, ook niet bespaard. Jezus was korui. Jezus waarschuwt ons. Denaai. Open je ogen. Nou, de lijkt de 5 dwazen. En wees niet als de 5 dwazen. Nou, zo. Jonja ai. Want anders ga je pech hebben. Anders ga je dood. Heftig. Lubi Wang. Geliefde. If you look at our verhaal. Als je dus naar het verhaal kijkt. Voor de 5 dwazen en de 5 wijzen. Van de 5 dwazen en de 5 wijzen. Ik ga over de olie in de lampen. En dan gaat het over de olie in de lampen. U kunt dat verhaal lezen in Matthäus. We gaan het niet lezen om tijd te winnen, want ik wil doen wat God wil dat ik moet doen. Want ik weet dat u goed geestelijk voedsel krijgt hier in dit huis. Is dat waar? Oké. Okay. Atru. Geliefde, de 5 dwazen. Ze hadden niet genoeg olie in hun lampen. Vandaag ben ik gekomen om aan u te zeggen: wees niet als die 5 dwazen. Zorg dat uw lamp te alle tijden olie heeft. Zorg dat uw olie. A lamp for you up olie. Zorg dat de lamp van u olie heeft. En broeder, hoe moet ik dat doen? Van je bedoel. Maar broeder, hoe bedoelt u dan? Hoe moet ik dat doen? Bidden. Biggie. Lees het woord van God. Lees het woord van God. Bijbelstudie. Bijbelstudie. Nachtwaken. Nachtwaken. Zoek God als nooit tevoren. Zoek God als nooit tevoren. Je moet dina ai. U moet uw ogen open hebben. Bijna met vrede voor actie. Bijna ben ik bang om het te vragen. De best on Jurudoro. Wanneer er bidstond is. Of Bijbelstudie. Of Bijbelstudie. Volgens mij kan Terry. Volgens mij kan je dan de mensen tellen. Mijn brief dat kan en hier gebeurt ja zo. Maar hier gebeurt het niet. Maar, is dat waar? Atru. Het is zo vol als. Is het ook zo vol dan? Oké, okay, wel, tell me one thing you. Vandaag wil ik u dan zeggen. Make your lamp up genoeg olie. Laat uw lamp genoeg olie hebben. Omdat if you lamp not up genoeg olie. Want als uw lamp niet genoeg olie heeft. Your dinner problem. Komt u in problemen. You see that your carry. Dan ziet u dat u gaat roepen. In een ontvang ook toe. Maar u gaat niks ontvangen. Omdat die olie in een biggie genoeg. Omdat u niet genoeg bidt. In een lees, ja, soms maar een biggie schrijven. Sorry. Sommige mensen bidden niet. Sommige mensen, ja. Misschien een dame, een zuster. Ik ken een dame, een zuster. Sandra, die 28 jaar lang. Die 28 jaar geleden haar leven aan de Heer heeft gegeven. Zuster, ik kan biggie. En ik zei, zuster, u kunt bidden.
Mijn zuster is een biggie. Maar die zuster kan niet bidden. 28 jaar. 28 jaar bekeerd. Ik hoop dat dit maar dat dit jaar zo. En ik hoop niet dat er zulke mensen hier zijn. If Jesus komt. Als Jezus komt. Yo tenabaka. Blijft u achter. Dat wat ik in een relatie naar God. Dat betekent u heeft geen relatie met God. En dan zullen we weer de apostel of apostel ede. En soms dan maken we de apostel of de voorganger zijn hoofd moe. Maar in een biggie. Maar u bidt niet. If you niet kon naar bed stonden. En als u niet naar bed stonden gaat. Of u gaat niet naar Bijbelstudie om te leren. For you must go on. Hoe moet u daar omgaan? Naga you master of your king. Met u, met uw Heer en met uw kinderen. Naga de San Fugado. Met de dingen van God. If you not Bible study, als u niet naar de Bijbelstudie komt, you know some naughty. Gaat u niks weten. And that you don't actually no more a bell, a bell. En dan gaat u maar steeds vragen blijven stellen en bellen en bellen en bellen. En dat is wat er gebeurde met de vijf dwazen. En dat is wat er gebeurde met de vijf dwazen. Die daar kon, die bedienen een presie. Ze waren op een plek. Bij de bewachting op bruidegom. Waar ze wachtende waren op de bruidegom. En de goschribi op Bijbelboek Taki. En de Bijbel zegt ze vielen in slaap. En de vijf maagden. En de vijf maagden, ja. Die olie, de lampen hebben op genoeg olie. Van wie de lampen niet genoeg olie had. Maar de trouwen zagen op genoeg olie. Maar de anderen die wel genoeg olie hadden. En dat naar de wijze. En dat zijn de wijze. Zang een biggie day naga neti. Die dag en nacht bidden. Zang een onderzoek aan woord toe. Die het woord onderzoeken. Zang de hongerig voor kon naar de Bijbelstudie. Die hongerig zijn naar de Bijbelstudie. Voor kon naar de nachtwaken. Die komen naar de nachtwaken. En dat lampen bij op genoeg olie. En hun lampen had genoeg olie. En lobby one, noem ik het een verrassing voor jou. En geliefde, laat het geen verrassing voor u zijn. Die de sribi. Als u toen ze sliepen. A bruidegom je komt sa. Toen kwam de bruidegom. De jumpo wiki. En ze sprongen op en werden wakker. En die de begin broeia de lukken dat hey, mijn lamp heeft op genoeg olie. En ze raakten in paniek en ze zagen van hey, mijn lamp heeft niet genoeg olie. De longen naar de vijf wijzen. En ze renden snel naar die vijf wijzen. Zoeken olie. Om olie te zoeken. Maar de tegen de tang nooit, hoe op genoeg voor tang in haar hernetti. En ze zeiden, die vijf wijzen zeiden, we hebben genoeg voor onszelf. Dus we gaan jullie niet kunnen geven. Go naar Awansa Eseri. Ga naar de winkel om te kopen. Oh my God. Drap je schief van zo'n sma. Daar zie je hoe sommige mensen. Als je God niet zoekt. Wat is dit zo dwaas? Hoe je dan dwaas kan zijn. Want de vijf dwazen die zie. Want deze vijf dwazen. Die nog denken dat ik een lukken laat dat. Ze dachten niet eraan om te kijken dat van hoe laat het is. Tapo. Dat alle winkels gesloten zijn met om dat uur. Loco. En ze renden. En, de winkel tapo. En ze zagen die winkels zijn dicht. Laat de deur voor u niet gesloten zijn. Jezus komt spoedig. Masra in esesi. Jezus komt spoedig. Masra in esesi. I love it. Mi lobbing. Geef hem een klap op hoor. Alle eer aan de Heer. Mi love for HR waka. Ik hoor van. En die akkoord kwam er tegen dat broer. Mi sap dat gado seni kom. Toen hij in de kamer kwam, toen wist ik van. Hij zei aan mijn Heer. Ja, dat. Dat ik. Ja. Maar gado boe. Maar God is goed. Lobby wang. De vijf wijze maagden. Geliefde, de vijf wijze maagden. De gingen samen naar de bruidegom in een osso. Ze gingen samen met de bruidegom in het huis. En adoro tapo. En de deur sloot. En tegen die tijd waren de vijf dwazen nog olie aan het zoeken daarbuiten. Laat dat niet met u gebeuren vandaag. Dat Jezus komt. Dat Jezus komt. En de tanabaka. En dat u achterblijft. In een sabayuru. U kent het uur niet. In een sabadee. U kent de dag niet. In een sabayari. Nog het jaar. In een sabis. U weet het niet. Dena ai. Wees wakker. Ibri momenti. Elk moment. Dat te iere a trompet. Zodat wanneer u de bassuin hoort. Die de klaar klari. Dat u klaar bent. En die dwazen die en toen deze dwazen daar aankwamen.
De gona meester. Gingen ze naar de meester. De nak naar doro. En ze bonkten op de deur. En de meester opende de deur. En die zat tegen die. En weet u wat hij ze zei? Ik ken je niet. Mino sap you. Peredisik mupo. Waar komen deze vandaan? Laat dat niet met u gebeuren. Laat dat niet met u gebeuren. Ja, bijzonder maar het dansen van joy denna in idee, de plezierie. Je hebt sommige mensen die dansen met heel veel vreugde in zichzelf. Maar die denk ik over actie, actie. Maar vandaag ben ik gekomen om u te vragen. Wat doet een relatie tussen u en God? Hoe zit het met de relatie tussen u en God? Denk aan door Ivo. Denk er even over na. Laat de deur niet voor u gesloten zijn. De meester zal zeggen, ik ken u niet. En dan gaat u zeggen. Ja, ik ben profeteer. Ja, ik heb geprofeteerd. Ik heb gebeden. Hoeveel dingen heb ik wel niet gedaan en mensen stonden op en ze liepen. Maar ik ken je niet. Maar hij gaat zeggen, ik ken je niet. Waarom kent hij u niet? Omdat hij nou een relatie met hem. Omdat u geen relatie met hem hebt. Maar vandaag ben ik gekomen om u te vertellen. Heb een relatie met God. Heb een relatie met God. Zo lees je voor u, lees je wel, look at the situatie. Vele malen kijken we, bedenken we de situatie. Maar we focussen op God. Maar we focussen ons niet op God. Omdat hij niet no connect met God. Omdat u geen connectie hebt met God. Omdat hij nou een relatie met God. Omdat u geen relatie heeft met maar God. Maar zolang u een relatie met God. Maar zolang u een relatie heeft met God. You connect. Dan gaat u connecten. Gaat u verbinding maken met God. Isabie, ik geef een voorbeeld. Ziet u, ik gaf een voorbeeld. Een strijkijzer. Een strijkijzer. Voor een hattie, zij moest doen aan hem. Voordat het heet wordt, wat moet je doen ermee? In zoete meka connect abi stroom. U moet het, de stekker in het stopcontact doen. Vaka fire. Zodat het warm kan worden. Zorgutaki, a stekker fee. Zorg ervoor dat uw stekker connect naar God. Connectie maakt met God. Dat a fire kan de altijd naar in u. Dat het vuur altijd in u kan zijn. Zolang je connect naar God is. Geliefde, zolang u met deze God in verbinding bent, in a skin for you in you also. Dan zal de situatie niet in uw huis blijven. Zelf ziek is refi. Zelf ziekte. No man tang na in your skin. Gaat niet in uw lichaam kunnen verblijven. Come tell you one thing today. Laat mij u wat zeggen vandaag. God no make your skin for sicky. God heeft uw lichaam niet gemaakt om ziek te zijn. Ja, zoals maar het dat as sicky for me. En sommige mensen, het is mijn ziekte. If you think as sicky for you. Als u dus zegt, het is mijn ziekte. Now you eat more for talking. Dan heeft je eigen mond dat gezegd. As sicky no go. Dan gaat die ziekte dus ook niet weg. Omdat je geen kracht hebt. Omdat u die ziekte alleen maar bekrachtigt. Is dat wat Jezus bedoelt aan dat ding? Weet u wat Jezus daarmee deed? Moet dat in mijn eigen woorden? Ik ga het met mijn eigen woorden zeggen. Hij dat die bakanetje. Hij pakte ze in hun achternekvel. En hij schopte ze naar buiten. En ik zeg u vandaag, neem de situatie en schop het eruit. Zeg die ziekte om te wijken uit uw lichaam. Dat misschien. Mijn lichaam is voor de Heilige Geest om in te komen wonen. Mijn lichaam is niet ziek. Het is niet voor de ziekte, maar het is voor een tempel van de Heilige Geest. En daarom die dibri sabi. En daarom weet de boze. En hij komt en hij gaat u van alles wijs willen maken. Omdat hij weet dat u het niet weet. Maar vandaag ben ik gekomen om u te vertellen. Dat uw lichaam. Is een tempel van de Heilige Geest. En ik zie dat er een paar mensen zijn die dit al begrijpen. Deel ik de vijf wijzen. En die zijn als de vijf wijzen.
Ik kan lezen daarop in Lucas 13, vers 25. En u kunt lezen in Lucas 13, vers 25. Arkis heeft zijn gaat in dwazen. Wie wil naar de lezing? Luister wat er gebeurt met die dwazen. Ik zal het even 13, voorlezen. 25. Lucas 13, vers 25. En daar staat: van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straat heb gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende: ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. Buitengeworpen. De ernstige nangagado. Wees ernstig met God. Neem het niet te licht. Maar ik ben gekomen om u te waarschuwen. Wees niet als de vijf dwazen. Maar deel ik de vijf maagden. Maar wees als de vijf wijze maagden. En daarom bekendmaken in Mickey. En daarom, wanneer er bekendmakingen worden gemaakt voor de activiteit in de gemeente, over de activiteiten in de gemeente, moet u de eerste zijn. Ja, soms maar een hard in strefie. En je hebt sommige mensen die trekken zich terug. En dat trouwen ik op de bres. En dan gaan er anderen voor hen op de bres staan. En is dat zo? En weet u wat er gebeurt? De vijf dwazen die zie. Die vijf dwazen hier. Die de day. Vandaag de dag. Dat ik jaloers op de trouwen. Zijn ze dan jaloers op die anderen? Want dat is hun bediening ik groeit. Want ze zien dat hun bediening wel groeit. En is dat zijn de? En weet u hoe dat komt? De lampen hebben genoeg olie. Omdat die lampen voldoende olie hebben. En uw lamp heeft genoeg olie. En uw lamp heeft niet genoeg olie. En dat je rok dan gaat jaloezie komt. En dan heeft u rok en jaloezie. Je begint haat te trouwen. En u begint die anderen te haten. Je begint tegen te trouwen. En je hebt zelfs mensen die bidden tegen die anderen. Was maar maar au. En iemand zegt au. Zijn dingen die gebeuren. De sandi zegt sa. Maar ik wil u zeggen, ondersteun elkaar. Vraag naar de anderen hoe het gaat met hem, hoe hij doet. En zorg dat je lamp op genoeg olie. En zorg dat uw lamp genoeg olie heeft. Ja, soms maar ik ga op de bres. En u hebt sommige mensen die gaan op de bres. Dag en nacht bidden zij. De biggie kan de 3 keer volle one day. En ze bidden misschien 3 tot 4 keer op een dag. Maar dit daar heb je daar ook op pressie. Maar u bent daar op die werkplaats. Ja, maar ik vertel alle soort geweldige story. En ze vertellen allerlei geweldige verhalen. Ja, like Jim Gado. En u als kind van God. Nee, dit daar heb je lafu. En u bent erbij en u lacht om die dingen. They no up respect you. En ze hebben geen respect voor u. Omdat. Afast van je charges revie. Op de manier hoe u zich gedraagt. Maar die ik over tegen jou. Maar vandaag ben ik gekomen om u te zeggen. Verander if you up zo'n mentaliteit. Als u dus zo'n mentaliteit heeft, verander het. Anders je tanabaka. Anders gaat u achterblijven. En Jezus zal tegen je zeggen: ik ken je niet. En Jezus gaat zeggen: minosapiu. Ja. Mino sabio. Ik ken u niet. Mi ben sabi wantori. Ik ken een verhaal. Je bent een pastor en een oude vrouw. Je had een voorganger en een oudere vrouw. Nou, een keer story. Het is een gelijkenis. En die dorp is Jezus. En toen ze dus voor Jezus kwamen. De oude vrouw. Toen ging die oude vrouw. Agona fesi go teken pai. Ging ze naar voren om haar loon te halen. Dat Jezus gaf een mooi bigi kroon. En Jezus gaf haar een hele mooie grote kroon. Dat de pastor snapu. En die voorganger die stond. Attack A. Apostel, alle respect. Apostel, alle respect. Dat de pastor nu. En die pastor nu. Ik snap dat ik van oude vrouw die zie. Als die oude vrouw. Heer die je bij Jonko en van een koe in de gemeente. Die oude vrouw die de hele tijd in de diensten sliep. Derde en jonko. En de hele tijd zat ze te slapen. De bar, halleluja,
En er wordt geroepen halleluja en ze sliep maar door. En ze doet niks. En ze deed niks. En de verkiezen om die kroon. En ze krijgt de grote kroon. Dan zal ik die het woord verkondigen. Ik die profeteerde. Ik die bad voor alle mensen. En mensen stonden op en ze liepen. Dan moet ik met de kruiwagen komen om mijn loon te halen. Maar wat denkt u dat er gebeurde? En die man droeg al zijn jas en zijn das. En die man ging naar Jezus. Jezus nam die kroon. En Jezus nam die kleine kroon. En hij zette hem op die man zijn hoofd. En die man wacht nog steeds. Jezus zegt, maar zij wacht hier. Maar Jezus vroeg, maar waar wacht je nog op? Ik ben klaar met jou, man. Dan luister wat die man zei. Maar God, het is niet eerlijk. Een vrouw zei bij Jonko Heerde in de gemeente. Maar die vrouw die de hele tijd sliep in de gemeente. Ze doet niks. En ze deed niks. Dan mis dat ook zo trang. Ik die zo hard heb gewerkt voor u. Dan kijk wat u me geeft. Dat Jezus tegen. En Jezus zei aan hem. Im taka urvrouw grand tangi dora begi me kikisap chin kuro. Hij zei, je moet die oude vrouw bedanken, want door dat gebed heb jij die kleine kroon gekregen. Love you one, don't make that meet you. Geliefde, laat dat u niet overkomen. Don't make us not meet you. Laat dat dus u niet overkomen. No jaloers op een trouw. Wees niet jaloers op een andere. Blijf nederig. Blijf nederig. Dat gaat de oppen jou. Dat gaat, zal de Heer u verhogen. Ja, soms maar de want de altijd in aanzien. Je hebt sommige mensen, ze willen altijd gezien worden. A eer naar God alleen. Maar de eer is van God alleen. Is dat samen doen? Weet u wat ik doe? Moet je een sleutel. Ik zal u een sleutel geven. Zolang die komt. Zolang ze komen. De jara grani komt. En ze brengen eer. Me lengui no asaka. Dan pak ik het en ik zet het in een zak. Middag, Heer. En ik zeg, Heer. Alsjeblieft, het is van u. Alsjeblieft, naar u. No hoor niks. Hou niets achter. Gadone prate eer. Want God deelt zijn eer. Nangano wansma. Met niemand. Zolang er wansma gik, ik kon het alle eer aan koning Jezus. En zolang er iemand, als er iemand komt, alle eer is voor koning Jezus. No take noti. Neem niets. En daarom moet ik u eerlijk. En daarom zal ik u eerlijk zeggen. No waka. Wandel niet. Baka profeten. Achter profeten aan. Ik weet niet waarom ik dat moet zeggen. No waka baka wan profeten. Wandel niet profeten achterna. Ook kon dat tegen dat je visai wan duizend. Want ze gaan komen en ze gaan zeggen, als je 1000 geeft, je 5000. Als je 1000 euro geeft, dan krijg je 5000 euro. En een loterij. Maar God is geen loterij. Wat God op uw hart heeft gelegd, dat hij moest doen. Dat moet u doen. Oh, dank u, Jezus. We gaan voor tegen iemand anders dan ook toe. En ik ben gekomen om u nog wat anders te zeggen. Ik ga niet komen en u beloven en voor u profeteren. Dat je een goede oma of een goede man. Dat u een rijke vrouw of een rijke man gaat zijn. Dat is door een situatie. En dan zit u in een situatie. God uitzorgt me. De Heer gaat mij laten zien. Voor poer je uit dat situatie PUD. Hoe u uit de situatie moet komen waarin u zit. Daarom in afkona profeet die. U hoeft niet naar deze profeet te komen. Heeft u een woord voor mij? Ja, een woord to give me. Mino, abi woord to give you. Ik heb geen woord voor u. Na santa ye elemi. Maar de Heilige Geest leidt mij. Voorus maar ik raak naar mijn tabu. En vele mensen die zijn boos op me. Want if mi tak one word to ook voor me.
Want als ik iets zomaar een woord ga brengen, dan komt het van mezelf. Want that God must lay me. Maar ik wil dat God mij leidt. Wanneer God spreekt, dan weet ik dat het God is die spreekt. Ik ga niet doen alsof en voor u komen profeteren. Nee, dan of God. Nee, dat is niet van God. Wat dat betreft ben ik voorzichtig. Wat dat betreft ben ik ja. Wat God zegt, dat doe ik. Dus ik wil u waarschuwen, ren niet achter profeten aan. Weet u wat er met de vrouw is gebeurd? Een vrouw die ze was ziek aan haar voeten. Haar voeten waren helemaal zwart, maar ik ben niet gekomen om over profeten te praten, maar ik wil u waarschuwen. En een profeet kwam bij haar. Dat profeet tegen dat ik hem 5000 euro. En die profeet zei: als u me 5000 euro geeft, dan moet ik genezen. Dan ga ik u genezen. Hier staat dat ik me ook genezen. Hoor wat hij zei: ik ga u genezen. Maar gelukkig, ja. Afro noodwein. Heeft die vrouw het niet gedaan, gelukkig? Afro, I want trauma. Die vrouw heeft een trauma. En wanneer er niks voor een once maar voor God of zowel pastor, profeet, en wanneer er niks. En ze wil niks meer horen van iemand van God, pastor of profeet of wat dan ook. Maar op een dag ontmoette ik haar. En ik vroeg aan haar. En ik zei haar, niet alle mannen van God zijn zo. En ik vroeg, kan ik voor u bidden? Ze zei ja. En toen ik voor haar bad, na een week, was die vrouw genezen. Zonder een koperencentje. Zonder één koperencent te betalen. Alle eer aan koning Jezus. Alle eer aan koning Jezus. Drape na impara. Daar in para. En daarom moet ik iemand zijn. Je moet ze proclameer. Je moet ze maken reclame voor Jezus. En daarom zeg ik u moet proclameren en reclame maken voor Jezus. Je moet ze tak abra de roko voor God. U moet over de werken God spreken. De dingen die God doet. En ook al zeggen mensen, je stelt je aan. Stel je aan voor Jezus, ja. Stel je aan voor Jezus, ja. Tak abra de bigi roko sa God edu. Praat over de grote werken Gods. Toen we daar in Para begonnen. En daarom toen u zag dat ik op het podium kwam. Apoko Joy. En dat liedje Joy. Arkivoseinde. Luistert u waarom? Ik ben een man in Nederland. Er was een man in Nederland. Die man belde me. En ik ken hem via een online meeting die wij hebben. En dat belde me dat ik een beetje een meisje voor me naar zo'n presie drapen in Suriname. En die man vroeg aan mij, wil je alsjeblieft gaan bidden voor mijn dochter, ze woont daar en daar in Suriname. Maar ik had geen tijd. Maar die doe beginnen aan roko drapen naar Para. Maar toen we daar het werk aan Para begonnen. Het eerste wonder dat God doet drapen. Was het eerste wonder dat God daar deed. Doe beginnen dat paieren. Toen we begonnen en die vader hoorde dat. Dat we fysiek. Dat we fysiek daar zijn begonnen. I buy one ticket. Heeft hij een ticket gekocht. Kon naar Suriname. Om naar Suriname te komen. Op een meisje van 15 jaar zijn verlamd. Heeft hij dat meisje van 15 jaar die verlamd is. En dat jaar ik op het AVC. Heeft hij haar gebracht naar de samenkomst en haar voorgezet. En er waren net zoveel mensen als er nu zijn. Twijfel bij one contact, jongen, if I'm chino oppo. En twijfel wilde komen en in mijn gedachten dacht ik, als dat kind niet opstaat. Look hoe mensen maar onlooken. Kijk hoeveel mensen gaan kijken. En ook toen camera ben de drapen. En er waren ook camera's. Maar als Santa je tak no looken tapusma. Maar de Heilige Geest zei, kijk niet op mensen. Me walk ago na meisje. Ik liep naar dat meisje. Me tegen in de naam van Jezus sta op en wandel. En tot de dag van vandaag wandelt zij, loopt zij.
Joy. En het kind begon te dansen op dit liedje Joy. Daarom, alles ik ben go, daarom overal waar ik ga, zet ik dit liedje op. Granny, om God de eer te joy, geven. In you, maar om te zeggen dat er vreugde in u is en als er vreugde in u is, kan niets u tegenhouden. Dit man in Nederland, ja, zo. De mensen hier in Nederland. 10 mensen hier in Nederland met kanker. De belko hebben gebeld. Trouwens, a kanker saaina in de skin. En de kanker was uitgezaaid in hun lichaam. Dat betekent dat ik kan beginnen met uw voorbereiding. En de doktoren hadden gezegd: u kunt uw voorbereidingen beginnen te maken. Je hebt no demoro. Er is geen hulp meer mogelijk. Maar ik wil zeggen dat er nog een laatste woord, dat God een laatste woord. Maar ik wil u zeggen dat God het laatste woord heeft. Love you, want to tell you all the things, man, is genezen voor a kanker. Geliefde, al deze 10 mensen zijn genezen van de kanker. Want God doet wonder. De dag van vandaag. En ik ben gekomen om te zeggen dat God u wil genezen. God gaat uw situatie u uit bevrijden. Die met de jazzena in Nederland. Toen ik hier ben, kwam in Nederland. Want we gaan door met de online meeting. Is er een vrouw? Een week terug. Een week geleden. Ze dialyseert al 8 jaar lang. In een online meeting kan het heen met dat die. Zuster kan het met me tegen en mijn ben subscribers. Dat zijn op zijn zuster. En terwijl we online waren, leidde God mij om te zeggen aan die mevrouw. En ik wist het niet. Dat ik ziek. En ik wist niet dat ze ziek was. En dat kan het tegen me tegen. Oh, herstelling. En God zei aan mij. Hij gaat haar herstellen. En dan pakte de vrouw op een microfoon. En daarna opende die vrouw haar microfoon. Dat affecteert dat ik 10 jaar idealiseer. En ze vertelde al 8 jaar ben ik aan het dialyseren. En dat ik al weary. En ik ben moe. Minimum take moro. Ik kan er niet meer tegen. God take me libi. Liever neemt God me nu. Maar God taba day dat hij. Maar God zei op die dag. Oh herstelling. Dat hij haar zou herstellen. Toen wij klaar waren met haar te bidden. Na een kwartier. Krijgt ze een telefoontje. Dat ik heb een nier voor u. En de dokter zei ik heb een nier voor u. De put a nier again. En ze hebben die nier geplaatst. No, wat dena osso. Ane dialiseer moro. Enya alasani. En nu is ze thuis en ze eet alles. Alle eer aan koning Jezus. Alle eer aan koning Jezus. Love you if you put your trust up God. Geliefde, als u uw vertrouwen op God stelt. God will do it for you. Zal God het voor u doen. You are going to dialyseer. Misschien bent u aan het dialyseren. Can one of you dialyseer of up kanker? Misschien een kennis van u of familie die dialyseert of kanker heeft. Met tegen dat God er in staat. Ik zeg u, God is bij machten. Voor herstel. Om te herstellen. God is in staat. God is bij machten. Voor genezen van kanker. Om u te genezen van kanker. God is in staat. God is in staat. Voor vleesboom en atrobisch of ziekie. Of u nou een vleesboom heeft, wat niet, maakt niet uit wat voor ziekte. God is in staat. God is bij machten. Voor die ik kon naar Nederland. Want toen ik in Nederland kwam. Mensen maar zag ik wakker naar tiki. Zag ik mensen die wandelden met een stok. Hoe dat ding? Rolstoel. Met de rollator, mensen niet met de rollator. En ze lopen daar nu niet meer mee. De opportunity naar lucht toe. En ze hieven hun stok de lucht de in. Naar en ze zetten het aan de kant. Hier in Nederland. Hier in Nederland. En ik kan tegen. En ik kan u zeggen. Gado, God. Doet ook to you. Gaat het ook voor u doen. In put uw vertrouwen op Jezus. U moet uw vertrouwen stellen no op Jezus. Vertrouwen op mij. Zet uw vertrouwen niet op mij. You know, I'm not to you. Ik heb niets voor u. Naar Jezus. Alleen Jezus you. Kan het voor u doen. En daarom, Jezus betaki. En daarom zei Jezus. You bring me. Uw geloof. Yep you. Heeft u behouden. And if you bring us on that, en als u dat gelooft. Terwijl, metaki, terwijl ik praat. God genees, you, geneest is God u al aan het genezen. Put you principe, you are zet uw hand op de plek waar u ziek bent. En ik garandeer u. En ik garandeer u dat, before dienst, motto, dat voordat de dienst voorbij is, God genees, you, kaba. Dat de Heer u geneest. Dat, we see all day baka. Dat is iets wat we iedere keer weer zien. All day we see a big hand of God. Iedere keer zien we de grote hand Gods. And a more big getuigenis that we see, en de grootste getuigenis die we zien, maar ik kom tot bekering. Dat mensen tot bekering komen. Ze zijn een bedenking.
Mensen van wie je het niet had verwacht, die komen tot bekering. En mensen laten me in hun camera zien hoe ze hun, hun afgodische, occulte dingen weggooiden. Trouwen tegen mijn dag, broeder. 30 zwart blakke zakken. En mensen zeiden, mijn broeder, 30 zwarte zakken. De beleide bonus sanguis. En er zaten allerlei occulte en afgodische dingen in. They want some next morrow. En ze willen er niks meer mee te maken hebben. Accordo cor you. Want ze gaan je lief of, je leven Jezus verpesten. Maar Jezus Christus nooit occur you. Maar Jezus gaat u hoop geven. Gaat u niet nooit verpesten. Nooit om ik je teleurgesteld. Hij gaat u niet teleurstellen. En zuster, u zijn koning aan broko ati. En zuster, u die bent gekomen met een gebroken hart. Je zit daar. Je zit daar aan die kant. Garota me mi tegi you. En God zegt om aan u te zeggen. Akri se bekri. Uw verdriet. In de afgelopen ding. Uit de afgelopen periode. Zelfs 3 dagen terug. Zelfs 3 dagen terug in nog. Ik ben mamori tak jonga beter mi garota tegi mi libi. Kon u er niet meer tegen en u zei liever neemt God me nu. Maar gado. Maar God wil dat ik u zeg. Dat hij herstelt alles aan u. Hij herstelt alle dingen. En je zit hier. En u zit aan die kant. Hij herstelt alles aan u. Hij herstelt alle dingen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En zuster, maar zat daarmee mee tegen u. En zuster, God zegt om aan u te zeggen. En je weet het. En u weet het. 3 weken terug. Amang moto uit Oso. 3 weken geleden is die man het huis uitgegaan. En dat heeft jouw verdriet gebracht. En dat heeft u heel veel verdriet gebracht. Maar God zegt om aan u te zeggen. Hij gaat herstel brengen. Die man komt terug naar huis. Maak het u zelf niet moeilijk. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. God. O herstel alles in uw osso. Gaat alles in uw huis herstellen. In uw osso voor u. In uw huis. Misschien vaak de dress van Tusma. Ik zie hoe God een aantal mensen geneest. Poti anunei bakka, misschien de pijn. Zet uw hand op uw rug, want ik zie de pijn. Pegado ik genees u. Waar God u geneest. Uw accidents maar dat ik op ons dat we nog kunnen verzien. Als die mensen er zijn, wil ik u vragen om op te staan met pijn. Als u pijn heeft, sta op. U hoeft niet naar voren te komen. En kijk wat God gaat doen. Alles maar naar pijn. Alle mensen met pijn. En je put je aan op in hun lichaam. Zet uw hand op de plek. En focus op Jezus. En focus u op Jezus. No look as man you see. Kijkt u niet naar mensen links of rechts om u heen? Maar look op Jezus. Maar zie op Jezus. Adejasona ina oso. Hij is hier in het huis. Omdat mi sabi. Omdat ik weet. Vanaf vrijdag die mi kon jaso. Vanaf vrijdag toen ik hier kwam. Toen ik mijn voet hier legde. Mi tesi tak beje na oso jaso. Toen proefde ik dat hier gebeden werd in dit huis. En daarom ik san heb sa. En daarom dat er dingen gebeuren in dit huis. En ik kan tegen dat God dit jaar. En ik kan u zeggen, God is hier. Is dit niet terwijl die mensen sliepen? En gisteravond terwijl ik sliep. Dat God wakker me. Maakte God mij wakker. Dat God tegen me. En God zei aan mij. Dat ik doe een bijzonder santide in Maranatha. Dat hij iets bijzonders gaat doen vandaag in Maranatha. Ik ga mezelf betonen in dit huis hier. Op een bijzondere wijze. Op een bijzondere wijze. Go. Ga. En doe samen tegen je voet. En doe wat ik u zeg om te doen. En daarom loop je wang. En daarom geliefde. Moet tegen je wang sani. Ga ik u zeggen. Make Jezus volg de instructies van God. Volg de instructies van God. Luister wat God u zegt. Gehoorzaam. Wees gehoorzaam. Wees als Abraham. Abraham bide wan gehoorzaam man. Abraham was een gehoorzame man. En vele mensen vroegen zich af, waarom is Abraham zo rijk geworden? Vanwege zijn gehoorzaamheid. Vanwege zijn gehoorzaamheid. Wat God hem ook zei. Dat deed hij. God zei, verlaat het land waar je woont en neem je knecht. Neem je vrouw mee. En vertrek uit het land. En het was geen... God. Sorry.
En het was geen stad die God had gegeven. Het was geen afgod. Het was geen afgod. Maar sommige mensen, wanneer God met hen praat, willen ze niet loslaten. Ik zal u een voorbeeld geven. Ziet u, God heeft ons twee handen gegeven. En als God u iets wil geven, en hij geeft met één hand, en die andere hand houdt iets vast. Want als God bijvoorbeeld u een baby wil geven, gaat één hand die baby niet kunnen houden. En hij zegt, zolang je dat met je andere hand niet loslaat, om met allebei de handen te komen, ga je niet kunnen ontvangen. En vandaag wil ik u zeggen, laat los wat u moet loslaten. Laat los wat u moet loslaten. Doe als Bartimaeus. Toen hij hoorde dat Jezus kwam, heeft hij zijn mantel achtergelaten. En hij ging naar Jezus. Vandaag laat uw mantel los, alles wat u tegenhoudt. Zodat u kunt ontvangen van God. Maar soms willen we niet loslaten. En daarom kunt u niet ontvangen. Maar vandaag, terwijl ik spreek, vraag de Heer vergiffenis. En laat los. In de naam van Jezus. God los a pijn moeten uit haar skin voor no day. En God haalt de pijnen nu weg uit uw lichaam. In de naam van Jezus. Hij haalt het weg in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De pijn verlaat uw lichaam in Jezus naam. Elke sluipen moet gaan in de naam van Jezus. Elke sluipen kom naar zo ik weer bakken. Elke pijn die in uw lichaam is gekomen, is binnengeslopen, zo gaat het er weer uit. In Jezus' in de naam. Naam van Jezus. In de naam van Jezus. Right, in Jezus' naam. Just make you sick. Uw lichaam is niet gemaakt om ziek te zijn. Just make you pain. Uw lichaam is niet gemaakt om pijn te hebben. And tell your pain. En als u pijn heeft, tell you a pain. En zeg aan die pijn, kom eruit. Kom eruit. Kom uit mijn lichaam. Kom uit mijn lichaam. Laat los me anu. Laat mijn hand los. Los me baka. Laat mijn rug los. Los me voetu. Laat mijn voet los. Los me ede. Laat mijn hoofd los. In Jezus naam. In Jezus naam. En dat Yoshida gaat pijn om aan tang. En dan gaat u zien dat die pijn niet gaat kunnen blijven. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Jezus no be biggie. Jezus bad niet. Ngasiki. En no be biggie. Hij bad niet voor ziekte. Abe biggie gonna impa. Hij bad tot zijn vader. Abe commandeer asiki. Hij commandeerde Abe die ziekte. Asiki. Hij sprak de ziekte aan. Megasiki moto. Dat de ziekte eruit gaat. En Abe biggie dibri ook toe. En hij bad ook niet voor demonen. Abe commandeer at dibri. Maar hij commandeerde die demonen. Fuk moto uit je skin. Om het lichaam te verlaten. Je ziet een verkeerde solutie soms aan een biggie. Je ziet u, en dat is het verkeerde, want soms bidden we. Je begasiki. En dan bid je voor die ziekte. Je begasiki van moto uit jou. En dan bid je dat die ziekte maar eruit gaat. Maar tegen mij kon vertellen dat ik nog. Maar vandaag ben ik gekomen om te zeggen, ik moet bidden voor die ziekte. Moto uit dat skin voor jou. Maar u moet het commanderen om te werken. Ik moto uit dat skin voor jou now. U moet commanderen dat die ziekte Jezus eruit gaat in de naam van Jezus. Jezus naam. Kom eruit in Jezus naam. Siki anofigo begi. Ziekte is niet om voor te gaan bidden. Dat kan moto uit dat skin. Dat het alsjeblieft eruit moet gaan. Me begi me kan hoofdpijn dis kan los me. Oh, ik bid dat deze hoofdpijn me loslaat. Nee. Hoofdpijn in de naam van Jezus. Zeg hoofdpijn in de naam van Jezus. Laat mijn hoofd los. Laat mijn hoofd los. En vandaag geef ik u een paar sleutels. Zodat u weet. Want Jezus geeft als roto. Want Jezus heeft ons die sleutel gegeven. Gebruik als roto. Gebruik die sleutel. God heeft je autoriteit en gezag. God heeft u autoriteit en gezag gegeven. Maar omdat hij nog sap gebruikt als roto. Omdat u die sleutel niet kunt gebruiken. Agona de recondre. Is hij naar het dodenrijk gegaan. Apura asroto. Heeft hij de sleutel genomen. Uit de klauwen van vijandie. Uit de klauwen van de Satan. En heeft u de sleutel gegeven. Om de deur te openen van de situatie en het eruit te stoppen. Open de deur en wijk de ziekte eruit. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Mega conador, garojio asroto. God heeft u die sleutel gegeven. Solisi we werga do ede. En soms maken we God zo of moe.
En net als discipelen toen de tijd toen ze in de storm waren. Jezus is sliep, rustig. Terwijl Jezus rustig aan het slapen was. Als storm kwam. Kwam die storm. Als storm kwam in een alibi voor je. Zij moest doen. En als die storm komt in uw leven, wat moet u dan doen? Dan gaat u de apostel wakker bellen. U gaat de voorgangers wakker bellen. Terwijl God uw autoriteit en gezag zelf heeft gegeven. Hij zei aan die discipelen. Toen ze hem wakker maakten. En hij vroeg ze, waarom maken jullie me wakker? Waar is jullie geloof? Waar is uw geloof, geliefde? Gebruik de sleutel die God u heeft gegeven. En dan zal u zien dat de situatie niet in uw huis kan blijven. Die ziekte kan niet in uw lichaam blijven. Gebruik die sleutel. Geliefde, het werkt. Tot aan vanochtend appte mensen broeder, mij. Inderdaad, broeder, inderdaad, het werkt. En ik zeg aan ze, u ziet het toch? Maar hoe ga je anderen tot discipelen kunnen maken als je zelf de sleutel niet kan gebruiken? Maak al mijn volken tot mijn discipelen. Terwijl God heeft gezegd, maak al mijn volken tot mijn discipelen. Wanneer u nu op die plek bent. Om op een plaats te komen. En u ziet dat de ziekte in uw huis is binnengeslopen. Om uw plaats te nemen. Om te bidden. Maar vandaag ben ik gekomen om u te zeggen. Neem uw plaats. Neem uw plaats. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Alle mensen die ziek zijn. Masra. Heer, uw hand is niet te kort. En in de naam van Jezus. En in de naam van Jezus. En het maakt niet uit wat voor ziekte het is. En al ligt er iemand nu in het ziekenhuis. Ook al zitten ze in de zorg. God's hand is niet te kort. En ik kan zeggen in de naam van Jezus. En ik kan zeggen in de naam van Jezus. God herstelt al deze mensen in Jezus' naam. Herstelt God al deze mensen in Jezus' naam. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. God herstelt ze. God herstelt ze. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Is dat mensen maar hebben de in rolstoel? Weet u hoeveel mensen er in een rolstoel waren? Sambi Sabi. Die ik kende. Hier in Nederland. Hier in Nederland. We go na osso na de. Ik ben thuis geweest bij God hen. God heeft me gestuurd. En, go en ik heb het werk van God gedaan. Sommigen lopen aan, in het hele huis. De pota heer rolstoel na wan see. En ze hebben die hele rolstoel aan de kant gezet. So lazy, and wish you see we beggy. En soms ook al ziet u dat we bidden. En they say that, hey, next no sa. En u ziet, hey, er gebeurt nog niks. God's tijd en onze tijd is niet dezelfde. Maar ik kan tegen dat God jere a beggy. Maar ik kan u zeggen dat God heeft dat gebed gehoord. Ik heb nog 3 minuten. Je hebt eten 3 minuten. Als hij is spannend. En het wordt spannend. Maar ik bid voor alle mensen die in een situatie zitten. Heer, u weet hoe ze hier gekomen zijn. Vader, u bent de God die geneest. Ik wil alle mensen voor wie God iets heeft gedaan, dat u opstaat. Sta op in de naam van Jezus. God gaat iets voor u doen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Heren, neem over. Je sap a situatie voor ding. U ziet de situatie waar ze in verkeren. Dat u los gaat maken. In dat liefde voor ding. In hun leven. Gado tek abra. Heren, neem over. Gado je ziet al langer. Heren, u ziet hoe lang al. A situatie denna in de liefde. Deze situatie al in hun leven is. Maar today. Maar vandaag. Je meet aan a situatie. Ontmoet u hun in hun situatie. Denna laatste day. Vandaag is de laatste dag. Dat deze situatie regeerde. Maar vandaag is het einde.
Masra, nu den deuren openen in de Libi. Heren, nu gaan de deuren open in hun leven. Per deuren met tabuna in de Libi. Waar deuren dicht waren in hun leven. Deuren openen. Gaan de deuren nu open. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Masra, tek Abra. Heren, neem over. Masra, tek Abra. Heren, neem over. Masra, tek Abra. Tek Abra. Tek Heren, neem over. Neem over. Neem over. Tek Abra. Tek Abra. Neem over. Tek Abra, Masra. Neem over. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Masra, tek Abra. Staat u even op. Heren, neem over. Staat u even op. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Masra, tek Abra. Tek Abra. Tek Heren, Abra. Neem over. Tek Abra. Heren, neem Masra, over. Masra, begi kracht again. Kracht in de voet toe. In kracht Jezus' in de knieën. Naam. In Jezus' naam. Heeft u maar deze. Zonder stok gaat hij lopen. Moet niet bang zijn. U gaat lopen in Jezus' naam. Loop naar mij toe. Rustig aan, rustig aan. Komt u, komt u. Eén, komt u, komt u. Ja, daar gaat het, daar gaat het. Twee, komt on, come on. Come on, come on, come on. Je moet niet vasthouden, je moet niet vasthouden. Je moet niet vasthouden. Ja, je moet niet bang zijn. Focus op Jezus, focus op Jezus, focus op Jezus. Hij gaat niet vallen, hij gaat niet vallen, hij gaat niet vallen. Komt ie, komt ie, komt ie. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Loopt ie, loopt ie, loopt ie. Loopt ie, loopt ie. Loopt ie. Zie je? Zonder stok, zonder stok. U moet niet vechten, rustig aan. Rustig aan. Komt ie, komt ie, komt ie. In Jezus' naam. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Ja. Niet vasthouden, niet vasthouden. Oké, okay, je moet op Jezus kijken, ja? Niet op mij. Ja, oké, nu gaat het. Kijk die, zie je? Zie je? Het kan, je kan het, je kan het, je kan het. Je kan het in de naam van Jezus. Je kan het in de naam van Jezus. Je kan het in de naam van Jezus. Je kan lopen, je kan lopen. Terug naar je plaats, terug naar je plaats, terug naar je plaats. Rustig aan, je moet niet vechten. Je moet niet vechten, rustig aan. Je gaat zelf zien. Je gaat niet meer met stok lopen. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Komt u. Komt ie, komt ie, komt ie. Ja, ja, ja. Komt ie, komt ie, komt ie. Ja, ja, ja. Komt ie, komt ie. Loopt ie, loopt ie. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Zie je? Het gaat beter, het gaat beter, het gaat beter. Het gaat beter, het gaat beter. Het gaat beter. Zie je? Kijk daar. Hey! Somebody shout hallelujah! Kijkt u daar, kijkt u daar. Hey, kom te... Nee, alle era koning Jezus. Alle era koning Jezus. Alle era koning aan mij. Alle era koning Jezus. God is goed. God is goed. God is goed. God is goed. Hij geeft je kracht. Hij geeft je kracht. Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus. Alle eer aan koning Jezus, ja? Ja. God is goed. 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 Dank u Jezus. Ik moet rennen om over te geven aan dat de tijd. Dank je Jezus. God is goed. Laten we een klap overgeven. En ik draag over. God is goed. Dank je wel. God is goed. Geef nog een applaus aan de heren. Dank u Heer. Wij prijzen u. Heer, wij prijzen uw naam. God is goed. Amen. Als u aangeraakt bent bij de gebeden daarnet, kom straks naar voren om te vertellen wat de Heer voor u gedaan heeft. Amen. Kom getuigenis geven, onderzoek uzelf wat u nu kon doen met de pijn in uw rug, uw hoofd, etc. En kom vertellen wat de Heer voor u gedaan heeft. Gaat u maar zitten, God zegent u. Amen, God is goed. Prijs God. Prophet Dennis. We gaan nog een lied zingen. En geef over aan Philip Habers. God is goed, amen.
Geweldig. We mogen nog een keer blij zijn. We gaan nu niet weer dansen, maar we mogen geven aan de Heer. Ja, na zo'n geweldige dienst. Geef met blijdschap. Ik vond het mooi wat de pastor zei. Hij zei, met God is het geen loterij. We geven met blijdschap aan de Heer. En God zal voorzien in uw leven. Amen. Amen. Geef met blijdschap. De rekeningnummer staat op het scherm. De QR-code kunt u scannen. Mensen thuis, u die altijd geeft aan ons, is geweldig dat u zo aan de Heer geeft. God is goed. We gaan een zegen vragen voor dit offer. Wilt u een machtigingsformulier? Laat even snel uw hand zien. Dan krijgt u zo'n formulier en de mandjes gaan langs de rijen. Dan kunt u het formulier ingevuld indoen en ook de contant geld als u dat heeft. Laten we een zegen vragen voor dit offer. Heren, wij danken u dat wij mogen geven aan u, Heren. Dank u wel dat we met blijdschap kunnen geven. Heren, ik bid dat ons offer gezegend zal zijn. Dat het de opbouw zal zijn van uw koninkrijk, Heren. En dat u voorziet in elke nood, in ieder leven, in de gemeente. In Jezus' naam. Amen. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Yeah. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know. See His glory.
and a wonder. It doesn't matter what you see now. Ain't see his glory. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Amen. God is goed. Wat een woord. God is goed. Wat een bediening. God is goed. Er zijn heel veel mensen aangeraakt. Gaat u alvast staan? U wilt toch naar huis? Nee? Moeten we doorgaan? Er zijn heel veel mensen aangeraakt vandaag. En onderzoek uzelf. Blijf onderzoeken wat de Heer gedaan heeft. En als u niks hebt kunnen zien in de samenkomst thuis, kunt u ook zien wat de Heer voor u gedaan heeft. God is goed. Bent u blij met de heiland? Amen. Geef de Heer een dankbaar applaus. Amen. God is goed. Profeet Dennis, hartelijk dank dat u ons hebt opgebouwd in ons geloof. Hebt verteld van wat de Heer kan doen. De genade van de Heer. Dat mensen aangedaan kunnen worden. En ook dank voor het woord van de wijze en de baasse maagden. En vooral dank voor het woord van die oude mevrouw en de pastor. Maar is een waarheid als een koe? Is echt waar. Soms denken we dat pastors allemaal in de hemel komen. Als je naar de hel gaat, ga je versteld van staan hoeveel pastors je de hel tegenkomt. Als je naar de hel gaat. Oké. Doe je best om naar de hemel te gaan. Dan gaat u dit niet meemaken. Wij allemaal moeten de Heer dienen. Wij allemaal moeten het woord lezen, God prijzen en aanbidden. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. En ik ben ook gezegend bij de opening van de samenkomst. En ik wist niet dat u zo goed kon dansen. U bent de dansende profeet. En ik heb pastor John Uileman ook zover gekregen. Om te dansen. Amen. En het feit dat je op je plaats danst, we hebben geen enkel bezwaar als je op je plaats danst. Niet vooraan komen, maar op je plaats danst. Zoals jullie daarachter deden, heel goed. Waar je bent, waar je zit, daar mag je dansen. Niemand aanraakt met zwaaien van je handen, met vlaggen. Nee, veel mensen komen in de kerk, maar als je op je plaats danst zoals vandaag, heb je allemaal op je plaats gedanst, of niet? Amen. En de mensen hier mogen springen, ze hebben gesprongen en sommigen zijn nog steeds moe van het springen. God is goed. Dankjewel dansers daar, dankjewel dat jullie op plaats gedanst hebben, dat jullie gehoorzaam zijn aan de dingen van de gemeente. God is goed. Dank u, Jezus. Amen. Prefet Dennis, zolang je hier bent, nog een hele fijne tijd. Oké. Okay. Misschien na de samenkomst ontmoet ik jullie straks in de kamer daar. Ja? Oké. Okay. Brother Maroni, je mag ook komen daar in de kamer. Was vroeger in de samenkomst, als zanger was je hier en als muzikant was je hier. Toen ben je plotseling opgenomen. En dan zien we je weer in de kerk. God is goed, broeder Maroni. Hoe is je voornaam? Maroni Sonelli. Maroni Sonelli, ja, Sonelli. Ja, Maroni Sonelli. Ken je hem, Ewald? Ken je hem? Maroni Sonelli, broeder Ewald? Je kent hem, hè? Van die oude tijd, hè? Maroni Sonelli, ja. De nieuwe generatie daarachter kent hem niet.
Nou, als je wil, kan je met hem kennis komen maken straks na de samenkomst. Amen. We gaan de samenkomst eindigen. God is goed boven allemaal. Van harte welkom dat u er was. Wat zegent u? Aanstaande woensdag is de voorbeden. Aanstaande woensdag is de samenkomst. Dan hebben we een zuster, een pastor uit Paramaribo. Pastor Vanessa Rijmen. Aanstaande woensdagavond. Ja. God is goed. Ga de zegen uitspreken. Hou je hand omhoog. Dank u, Jezus. De zegen van de Heer, de kracht van de Heilige Geest, rust op uw leven, op uw huis, op uw werk, uw zitten en opstaan. De Heer is met u elke dag, elk uur, elk ogenblik. De Heer houdt de vijand ver van u, van uw lichaam, ziel en geest. De Heer geeft u de liefde van de Heer en veel wijsheid. Hij vervulde u met zijn geest en geeft u veel overwinningen. De Heer toont u zijn genade en vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Geef een applaus aan de Heer. Kom wel thuis. God zegen u. Pastor Bediaco. Bediaco, heb de Bijbel voor je. Pastor Bediaco. En de Bijbel voor je. Oké, God zegen. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, I live a life of favor, 'cause I know who I am. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, where He says I am, I know who I am, I know who God says I am. What He says I am, where He says I am, I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, I live a life of favor.
matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory?